klauwen, er staat over niet, man. Heel mooi, heeft in die laatste ronde goed doorgezet, daardoor op kop gekomen en verder weggelopen van de rest van het veld. En de winnares heeft al zoveel wedstrijden gewonnen in de jonge carrière, zoals papa dat vroeger deed bij de senioren. Zo doet zij dan nu in deze categorie, de meisjes pupille A. De overwinning die gaat naar Van Rij, die gaat naar Bethlehem Holdemeskel. En de tweede plaats die gaat met het nummer 663 aan Hoek ter Heide. Die wordt hier heel erg mooi tweede. Wij gaan kijken, een derde plek. En die moet nog vergeven worden. Het is 753 aan Jaika Sawafuji van Skopios. Nummer 4 met 775. Silke Dame. 611, dat is Vera Verstegen. 600 AAC. En dan komt het hele grote veld daar natuurlijk achteraan. Hier onder andere met 672. Nu richting Meet. Jill Alwantwijk. En met 608 Chantal Schellekens. Met 601 komt dan Tara Goossens. Met 819 zien we Brechtje Noos. Volgende dame die dadelijk gaat binnenkomen, luister naar haar naam, Manon van Rooij. Doe maar. En Geest, dat wordt een hele mooie foto. En we zijn onderweg. De laatste reeks van de pupillen C en de minis. De jongens en de meiden door elkaar 1100 meter te gaan. En we hebben er 29 op pad gestuurd. En de eerste valpartij van vandaag, als ik goed geteld heb. Maar hij staat razend vlug op en sluit in de groep weer aan. Zo, en u hebt vandaag weer allemaal mogen kijken naar een hele mooie wedstrijd hier bij Zwift Atletiek. Krijgt u zin, wilt u behoefte, wilt u uw eten van kerstdag goed noteren, dan tweede kerstdag de Kasteelloop in Horst aan de Maas. Zo te zien, hard doorgelopen, 1 kilometer hebben deze jongens en meiden te gaan. En met 826 hebben we een koploper. 826, heel erg snel. Met 738 komt er daar de volgende man, de Huug van de Vinnen, achteraan. Met 725 zien wij Finn Fransen. 642 John Linders en ook de dametjes. Die doen het heel erg goed. Die gaan daar super snel tussendoor. Met 614 zien we Sophie Kantoorwerk. Kijk, en hier is hij al aan de streep, dat manneke met het startnummer 738 als allersnelste, Huug van de Vinnen. En 820, een tweede plek, dat is Gijs Buist. 656, het nummer van Jeroen van Lid. 725, en vandaag Finn Fransen. En bij de meiden, de winnares Finn Kantoorwerk. En bij de meiden, de tweede plaats, Sophie Kantoorwerk. Ja. 654, de derde dame die binnenkomt. 654, dat is Anneke Mager. Kijk, je wordt heel erg lekker goed doorgelopen. Traantjes, maar dat hoeft erbij, dat is helemaal niet erg. Met 608, met 65 kwam Anouk de Zeelen zojuist bij mij voorbij.
komen er dan aan met 602G Senza ATV Venra. Komt een heel peloton met 740 Elise G, zoals met 807 erbij. Michelle Megers met 741 Lopke Polle. En 864 Jamie Herre. Mooi. En de allermeeste deelnemers van deze editie van de Mainweg Cross hebben we binnen. We hebben er nog een paar in beeld op dit moment. Komen er nog een paar? Nog twee.